Hier zal die ook niet zijn. Zijn de hondjes nog oké? Guys, yo. Dit ziet er niet oké uit. Ja, oké, gelukkig. Yo, kijkers van Dodo. Welkom bij een nieuwe Mindtopia. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Jullie vinden de serie altijd leuk. Dus vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Halen we de 1500 likes. Dan komt er morgen gewoon weer een aflevering online. Ik zou dat super tof vinden. En alvast ontzettend bedankt. Ik heb heel tof nieuws. Buiten de opnames om had ik een verkoopje gedaan. Ik had een, twee poezen verkocht. Best veel. En ik krijg even een melding. Maak nu een backup. Nee. Nooit! Nooit backups. Jawel, doe het wel. Jongens, disclaimer. Anders gaat je echt je hele carrière gaat eraan als je geen backups maakt. Maar dat terzijde. Ik had aan David had ik twee poezen verkocht. En die heb ik bij hem thuis gezet. Ik weet niet of je ze vanaf hier kan zien. Want dat verklaart zeg maar waarom ik nu weer een stuk meer geld heb. Ik heb nu sowieso best veel geld. Ik zit nu bijna op de 2 ton. Je kan hem niet zien. Oké, wacht even. Ik ga even naar boven. Ik ga even naar het balkon. Dan kan je het waarschijnlijk wel zien. Al die poezen daar. Miauw, 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 miauw. Echt niet rier. Miauw, 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 miauw. Niet rierkatten. Even kijken. Kunnen wij ze zien? Ja, we zien er eentje. Oh, wacht even. Oké, we moeten hier op het randje. Hier op het randje bespioneren. Volgens mij zie je net... Net de staart. Of is dat... Nee, dat is Ivy. Dat is de grote kat. Die heeft David zelf thuis ook. Maar... Kan ik hier... Misschien als ik spring... Nee, nou, er zit ook nog een kleinere zwarte. Dat is Nidalee. Nu zitten we net iets hoger. Shit, ik kan het net niet zien. Of is hij weg of zo? Nou, ik heb ze in ieder geval daar neergezet. Voor, voor hem. En dan val ik. Hij is er super blij mee. En ik heb er mooi aan verdiend. Want het waren twee zeldzame katten. Dus ja, twee zeldzame katten verkocht. Het is wel flinke monies. En we hebben natuurlijk deze twee plotsen hier, die ook nog een vrij hoge waarde hebben. Dus in totaal hebben wij best wel wat geld verdiend. Best wel veel. Ik heb daarnaast nog iets anders gedaan, want het is dit vrijwilligerswerk. What? Beste Wout, ik ben Jarne en ik ben op zoek asielzoeker voor een week. Dat is chill, dat je asielzoeker voor een week bent. Meestal ben je dat voor het leven en moet je dan in iets anders... Ja, progressie maken. Maar hij is gewoon voor een weekje even asielzoeker. Je hebt altijd van die vragen. Zou je voor een week een vrouw willen zijn? Ja, zou je voor een freak... Voor een freak? What? Zou je voor een week een asielzoeker willen zijn? Hij blijkbaar wel. Ik zoek een baantje. Ik wil zeggen dat je niet hoeft te betalen. In deze week moet ik mij dus bewijzen voor de server. Solliciteer ik voor je bedrijf. Ja, dat is een beetje onhandig. Want ik hou het boekje wel even hier. Maar als je mensen niet gaat betalen en je laat ze wel in de kassa... En misschien is hij na een week weg. Ik wil niet mensen in de kassa die ja, over een week eventueel weg zijn. Dat zou een beetje onhandig zijn voor mij. Want dan is opeens mijn geld weg. En dan is van ja, had je maar geen mensen in je kassa moeten laten. En daar ben ik het wel mee eens. Ik ga even kijken of ik een beetje mijn fitheid omhoog kan gooien. Even wat water scoren. We hebben superveel glass bottles. Maar die hebben we allemaal opgedronken. Dus die moeten wij nu gaan vullen. Want mijn fitheid is ondertussen alweer 28. Dat is best hoog. Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk is het best laag. Zo, een beetje drinken. Dan pakken we weer zo. Die vullen we dan. En deze vullen we ook meteen. Dan hebben we in ieder geval wat water op zak. Zo. En dan wil ik eigenlijk even kijken of ik een deel van mijn... Oh. Oh, lekker. Die is even aan het eten. Oké. Okay. Weird. Ik wil kijken of er iemand bij de bank is. Want ik moet een deel van mijn... Ik heb daar zo'n verstopte neus, jongens, door de winter. Of nou, winter. Het is herfst. I don't know. Maar ik moet nog een deel van mijn omzet afgeven aan de mensen. Of aan de bank eigenlijk. Is hier nog iets? Dit is gewoon nooit open, hè? Is dit gewoon altijd dicht? Dit is zo vreemd. Ik zie hier nooit iemand. Want ze zeggen wel tegen mij, ja, je moet je lening afbetalen. Maar als ik dan kijk, dan is er nooit iemand. Dus ik weet niet hoe ik dat dan moet doen. En hoe graag ze die lening willen. Want ze zeggen, ja, je hebt een lening. Nou, ik heb geen idee hoeveel. Dus ja, dan moeten ze maar bij mij langskomen. Want ik weet niet hoeveel het was en waarvoor precies. Stem Rick zonder C voor een eerlijk communistisch regime. Mindtopia is blij met Vakonov erbij. What? Is dit een soort van
burgemeesterschap bord? Zo'n promotiebord, dat lijkt het wel. Stem Rick zonder C voor een eerlijk communistisch regime. Het rijmt niet eens. Oh, ik heb zo verstopte neus, jongens. Excuses, zal waarschijnlijk niet echt heel smakelijk klinken. Maar Tobias blijft vaker nog erbij. Oké, dus er wordt al flink gestreden. Volgens mij zijn december zijn pas de verkiezingen. Ik denk niet dat ik mezelf verkiesbaar ga stellen. Want ja, wat de heck moet ik als burgemeester? Ik doe te veel... Ja, andere random crap. De bank is ook niemand. Het is zo leeg. Iedereen loopt een beetje rond. De mensen die horen te werken, die staan niet echt meer op hun werkplek. Maar die rennen meer rond. Want er zijn heel veel mensen online. Maar... Waar is iedereen? Wauw. Ik weet het niet. Even kijken. We pakken hier eentje vanaf. Zo. En dan kunnen we die rest gaan aangeven. Als omzetbelasting. En ja, dat is erg vreemd. Hebben ze dus nu op elk bord dat staan? Wees wijs. Met Vakenhof wordt Mindtopia een paradijs. En Rick heeft gewoon weer hetzelfde. Ik moet zeggen, voor de campagnes... Lars doet het een stuk beter. Ik weet niet wat Rick allemaal aan het doen is. Zijn er nog meer van die borden? Het is net een beetje een Easter egg. Zoek alle borden. Ik denk, er is hier ook niemand. Waar is iedereen dan? Is er een nieuw centrum of zo? Heb ik iets gemist? Is Sunnyville al open? Er zijn zoveel mensen. Hier ook niet. Ja, nou, deze winkel is sowieso nooit open. Ik heb nog nooit iemand in deze winkel zien staan. Dus ja, dan is het ook wel lastig om kleding te kopen. Al heb ik natuurlijk zelf al gewoon een fancy pakje. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Even kijken. Building 6. Ja. Iedereen is weg, joh. Waar is iedereen dan? Wordt een beetje lastig om mijn geld te deponeren zo. Misschien moet ik anders gewoon een termijn opzetten. Als ik binnen 14 dagen niet iemand kan vinden, dan hou ik gewoon lekker het geld zelf. Stem Rick zonder C. Ja, dat hebben we nou wel gehoord. Wees tof. Stem op Vakenhof. Oh, daar is er nog één. Wat zijn er veel van die borden, joh. Het is echt puur om de propaganda te circuleren hier. Nou ja, propaganda is het ook weer niet, maar het is... Ze proberen hier wel te beïnvloeden. Hop, hop, hop. Samen gaat Mindtopia naar de top. Maar wie heeft dat dan gezegd? Het is zo weird. Mensen zijn zo weird. Ik ben wel benieuwd. Ik kan zelf niet de schuur openen. Maar hoe het eigenlijk staat met de plantjes. Want Guido is daar natuurlijk mee bezig. Maar ja, hoe loopt het daar in de tussentijd mee? Ik ga denk ik snel weer even bij hem langs. Ik ga ook even kijken of de chef is bij het politiekantoor. Dat is wel een hele goeie. Want ik moet nog steeds dat hele rapport afgeven. En erover praten. Maar ik heb gehoord dat iets mis is met de chef. En dat er ook een verandering komt in de hiërarchie. Wie weet kan ik mijzelf wel omhoog werken. Dat zou wel netjes zijn. Wat de heck is dit? Ik zie zoveel nieuwe dingen. Is het gewoon een huis van iemand? Wat is dit, joh? Oké. Okay. Duidelijk. Gewoon een open ruimte. Heel duidelijk. Staat er geen naam bij. Brievenbus Fangirl Flat. Oh, het is een flatgebouw. Oh my god. Die gaan nu ook hun eigen flat maken. Er komt een tweede flat in Mindtopia. No! De Fangirl Flat. Natuurlijk naast het huis van de fangirls. Had ik op zich kunnen bedenken. Even kijken. Hier brievenbus. Ik vind het allemaal mooi, maar ik ga even kijken bij de politie. Want ja, de chef mag ondertussen wel weer terug zijn. Het heeft al lang genoeg geduurd met zijn vakantie. Tenminste, ik hoop dat hij op vakantie is, dat er niet iets mis is. Want ik wil ook mijn auto. Ik wil gewoon mijn... hoe heet dat nou? Mijn politieauto. Even kijken. Is hier iemand? Ik hoor wel de hondjes. Hallo? Het is stil. Komt er toevallig iemand aanlopen? Nee. Oké. Nog steeds niemand. Niet betreden ook als politie. Ja. Maar er is hier niemand. Hoe moet ik dan ooit mijn zaak afronden? Ik loop nu al een week rond met Coco. En die kan ik dan toch niet afronden? Nou ja, hier zal die ook niet zijn. Zijn de hondjes nog oké? Guys, yo.
Dit ziet er niet oké uit. Ja, oké, gelukkig. Hey. Kijk eens hier. Ja! Hoe gaat het? Worden jullie wel een beetje goed behandeld? Ik hoop dat jullie wel eten krijgen als jullie hier zitten. Ik geef jullie wel wat kip. Kijk eens. Zo. Oh. Waar is de kip heen? Oh nee, als het goed is kan ik het gewoon openen. Kijk hier. Oh, daar is de kip. Oeps. Beetje kip voor jou. Dat je in ieder geval niet verhongert. En wat? Een beetje kip voor jou. Omdat jullie mijn schatjes zijn. Hè? Ja, kijk nou. Wat ben jij een schatje? Wat ben jij een schatje? Het is wel een flinke waakhond. Ze zal waarschijnlijk vol mijn enkels bijten. Maar dat maakt niet uit. Het is wel een schatje. Nou, dan is het een erg rustig dagje. Je zou denken 3:30 'smiddags. Dan zijn de meeste winkels en zo wel open. Maar ja, misschien is het wel een goed iets dat Sunnyvale open gaat. Want hier zijn iets minder actieve medewerkers in ieder geval. Er zijn genoeg mensen die door de stad durpen. Maar daadwerkelijke medewerkers, die missen we op het moment nog een beetje. Ik hoop, mijn medewerkers wel online, dus dat scheelt natuurlijk weer. Kijk, daar selecteer ik ze op. Maar ja, we gaan maar eventjes kijken hoe en wat we gaan doen. We gaan natuurlijk ook komende 1-2 dagen gaan we de invite weggeven. De invite voor Mindtopia. Maar we hebben nog steeds niet. Wat is freaking 4K halen, jongens, die likes. Jullie kunnen het. Ik weet het, want dan kan ik er deze week weer eentje weggeven. Want ik weet dat jullie het willen. Ik weet dat ik het wil. Dus laten wij het samen doen. Kijk even in de description. Daar kan je de video vinden. Vergeet dus niet die een like te geven. En je applicatie daarin te voeren. En dan gaan we binnenkort iemand kiezen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jou heel graag terug bij een nieuwe Mindtopia aflevering. Tot de volgende keer, mensen. Ja, alle miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey, paard.